We zijn in de kamphal vandaag met Lokeren.nl, de camera crew, bij Wezep Open Darts. De derde in de successie heb ik vandaag begrepen, de aflevering van deze groots opgezet darttoernooi. Links van u ziet u Patrick en aan de rechterkant Wessel. Hoe is het gegaan vandaag, Patrick? Het is aardig goed verlopen. We hadden 100 betaalde inschrijvingen vanmorgen nog. En er zijn helaas 24 mensen niet komen opdagen. Maar we hadden wel totale prijzengeld, 1000 euro. En voor de winnaar was 400 euro weggelegd. En er was vandaag 76 man. En ja, we hebben goed kunnen doorstarten met de personen die er waren. Ja, en ik zal direct maar zeggen, de winnaar van dit jaar is tevens de winnaar van vorig jaar, Vincent Kambuis. En hij stond als een beest in de finale. Hij won gemakkelijk met 7-0. En ja, het is een wereldspeler. 7-0, dat is dat zijn grote uitslagen in de dartwereld. Dat zie je niet zo heel vaak in de finale. Je zegt al dezelfde winnaar als vorig jaar. Heb je veel terugkerende deelnemers gehad die je ook vorig jaar hebt gezien? Ja, we hebben veel terugkerende deelnemers gehad. En ja, die jongens die waren vorig jaar goed tevreden. En dit jaar, net wat ik heb gehoord, de complimenten van hun, waren ze ook weer zeer tevreden over dit toernooi. En zou er een vierde editie komen, dan zouden ze terugkomen. Komt u er? Het is nog in overleg, maar ga er maar wel vanuit. Mei 2015? Ja. In de agenda. In de agenda zetten. Wessel, je hebt vandaag gedeeltelijk achter de computer gezeten, heb ik vandaag gezien, laptop, om al die pools allemaal in te delen. Kun je vertellen wat je moet doen? Ja, het is best veel werk. Natuurlijk alle inschrijvingen bijhouden. We beginnen altijd met poolwedstrijden. Dus per baan heb je dan een aantal spelers die onderling een pooltje gooien. En dan de beste spelers van die pool gaan naar de winnaarsronde en verliezersronde. Dus daarnaast knock-out schema. Dus je moet heel veel wedstrijden opschrijven, bijhouden. Schrijvers bij alle wedstrijden bedenken en alle scores bijhouden. Dat is best wel even aanpoten om het snel te laten verlopen. Dus, waar komen ze vandaan allemaal, Wessel? Het is een hele brede regio. Natuurlijk de Wezep zelf. Ja, hier regio had een Wapenveld natuurlijk. Nunspeet, veel spelers uit Weijen. Er komen vaak veel deelnemers vandaan. Venlo. Ja. Zijn er ook spelers van geweest. Belg was er ook nog. Een Schot. Ja. Schot. Ja, ja. Niet juist Schotland. Dus ja, dus, het is heel breed. Ik hoor een internationaal open dart. Ja, het is net wat de mensen zelf aanmelden. Het is zoals een Schot, die heeft zich aangemeld. En die is bij de laatste 16 of laatste 8, dat durf ik niet zeker te zeggen. Ja. Is die gestrand op dit toernooi. Dus dat betekent wel dat hier hoog niveau wordt gegooid. Maar die jongen kwam met nieuw Gein in Schot, dus dat is ook eindje te buurt. Dus leuk dat die mensen hierheen komen. Ja. Dan begin je om 1 uur op zo'n zaterdagmiddag. Er zijn natuurlijk een heleboel voorbereidingen al, want die borden die we achter jullie zien staan, die staan er niet maar zo. Dat heeft veel voorbereiding, veel organisatie. Wie heb je daar allemaal voor meegenomen? Ja, samen met de organisatie en ja, de kantinebeheerder hier van de Kambal. Ja, hebben we eigenlijk alles gedaan. En de organisatie, dat is Wessel, Gideon, nou, en mijn vader Gerrit en ik. Kijk al, een hecht team. Ja, ja, okay, zo kun je het wel zeggen. Komt elk jaar weer terug. Ja. Wat maakt het Wezep Open Dart zo aantrekkelijk om naar heen te komen en sowieso om in te schrijven voor alweer volgend jaar 2015 editie? Een toernooi zonder gezeur. Snel doorlopend, dat is echt het allerbelangrijkste. Het is vanuit de pool naar de voorronde en na de voorronde naar het knock-out systeem. Er zit altijd wat tijd tussen. Maar als de pool niet snel genoeg verloopt, naar onze mening, dan kijken we welke pool is er klaar. De andere pool moeten nog 2 of 3 wedstrijden. En dan gaan we ze splitsen naar 2 banen. En dan, ja, heb je het sneller voor elkaar en dan kun je sneller door met je hele toernooi. En anders zijn de mensen aan het wachten en dat ja, vinden ze niet leuk. Dus. En Wezep ligt ook centraal in deze regio. Dus zeg maar Nunspeet en Weijen, nou, komt ze allemaal hierheen. Dus dat is super. Natuurlijk geldt daar ook bij het prijzengeld, dat ook natuurlijk lokt om mee te doen. Hoe heb je dat dit jaar geregeld? Want vorige jaren was het inschrijfgeld wat omgezet werd in prijzengeld.
Hoe ging het dit jaar? Het ging eigenlijk hetzelfde. Het, prijzen, of het inschrijfgeld was ook prijzengeld. Alleen we hebben het gewoon anders verdeeld op deze manier. We hebben nu de eerste prijs die Vincent Kambuis heeft meegenomen. Dat is €400. Tweede prijs Ronald Balvoort. En dat was €200. Derde prijs Daniel Bakker. Die heeft €120 meegenomen. En dan gaan we naar de vierde prijs, dat is André Wolfs. En die heeft €80 meegenomen. En dan heb je de verliezersronde. Ja, dat is allemaal een stukje minder. Maar dat is ook verliezers. Heb je daarvoor nog medewerking gekregen van buitenaf? Ja, Wessel die weet er meer van. Oh, Wessel weet er meer van. Wessel. Ja, we hebben natuurlijk veel sponsors geregeld, dit toernooi. Je kunt natuurlijk niet alles uit je eigen zak betalen. Dus je hebt ook veel sponsors nodig om dit alles op te kunnen zetten. Natuurlijk de banen. En ook al voor het prijzengeld hebben natuurlijk ook de sponsors meegeholpen. Vandaag hadden we ook hele lekkere spare ribs voor de deelnemers geregeld. Van de restaurant Hekserie het Wapenveld. Maar die vonden, dat is ook super. Dus, ja. En de hoofdprijs? En de hoofdprijs, zeker. Hele mooie beker. Door Dartse Sportprijzen hier in Wezep. Ja, mooie grote beker beschikbaar gesteld. Ja, dus komt elk jaar weer terug voor de nieuwe winnaar. Dus helemaal super. Wat willen jullie nog zeggen tegen de deelnemers? Tegen de deelnemers bedankt dat ze geweest zijn. Ja, goed. En wij vonden het zelf een geslaagd toernooi. En nou, na de complimenten heb ik ook al meegekregen dat hun het ook een mooi toernooi vonden. Ja, goed. En de hoofdsponsor wil ik nog hartelijk bedanken. Want het was geen schijntje wat er... We hebben betaald. En daarmee hebben we dit kunnen doen. Dus van Lohuizen Pellets, hartstikke bedankt. En natuurlijk Loco bedankt voor de opnames en de foto's. Heel super, ik vind het dat hartstikke leuk. Dus, en we hopen weer volgend jaar weer een hoofdsponsor te vinden. En dat we het weer goed kunnen doorzetten op dezelfde manier als nu. Ja. We vonden het top om hier geweest te zijn. Dankjewel daarvoor. Prima verzorgd. 2015, ergens in mei, zouden we het dan even een beetje ophouden. April, mei, misschien wel juni. Daar ergens, maar we zien vanzelf de aankondigingen wel verschijnen op lokerand.nl. Bij deze nog een prettig weekend en bedankt voor uw bijdrage. Dankjewel, tot zo. Ja, helemaal.